Welkom bij de derde video van aflevering Jij of Ik. Vandaag strijden Rosanne en Nathan als team voor de winst. Zijn jullie klaar voor? Zeker! Gaan we beginnen. Wie is het meest eigenwijs? Ja. Moet je op elke vraag een toelichting geven? Ja, dat is wel duidelijk, toch? Dat zie je toch ook al in het veld, dat hij eigenwijs is? Wie is het meest luidruchtig tijdens de wedstrijd? Ja, dat is een beetje niet ook zo. Ja, dat is wel waar. Ja. Ook die hoor jou. Je deed me snel mogelijk, dus. Ja, ik hoef niet over na te denken. Wie zou het hardste meezingen met Fort Oranje? Roos! Helaas maar. Oh nee. Wie eet het meest ongezond? Duidelijk wel. Okay. Want Nathan die eet na de training, eet Nathan nog altijd kwark en allemaal gezonde dingen. En ik eet alleen maar chips. Wie is het lievelingetje van de coach? Oeh. Oh nee! Okay. Wie is het grootste feestbeest? Ja. Gelukkig. Oké. Wie vergeet het meeste zijn of haar spullen? Oh, dat hoef ik ook niet langer over te denken. Nee, vertel even over vorige keer. Ja, we hadden een avondje gezelligheid gehad na de wedstrijd. En Roos die was de shirtjes voor de dames. En ik doe mijn tas in die auto. En nou, ze zetten me als eerste af. Of ze hebben eerst Roos afgezet. En daarna zet Bobby mij thuis af. Dus ik zei, waar is mijn tas nou joh? Had ze in plaats van de shirtjes tas, had ze mijn tas meegenomen. Ja. Dus dat was niet heel anders. Klinkt als nood. Dus toen moest ik de shirtjes wassen. Nou, mijn vriendin eigenlijk. Wie heeft de meeste pijntjes? Ja. Ouderdom. Ouderdom, ja. 30 geworden. Ja, dat hoort erbij. Wie zou je eerder een straf voor laten nemen? Lekker man, nog een heel goed. Hoeveel punten hebben we al? Pas de laatste paar wedstrijden. 7. Netjes. 7. 2 fouten. Wie is de slechtste verliezer? Ik kan echt heel slecht in een verlies. Dan ben ik heel de zondag van de weg als ik verloren. Ik had dat wel, maar dat heb ik niet meer. Wie is de beste verdediger? Ja hoor. Lekker, wij hebben de winst. Lekker. Wie is het meeste ijdel? Nee. Twijfel. Oké, wie traint het hardst? Het is ook wel duidelijk, maar ik zet mezelf hier wel vast. Wil je nog een toelichting geven? Nou ja, ik denk dat dat niet nodig is, een toelichting, maar ik denk dat Nathan gewoon iets fanatieker is. Oké. Wie ligt het beste in de markt? Ja, sowieso. Idol, hoor. Wil je daar iets over kwijt? Nee, ja. Voor de punten. Jullie kennen elkaar van jullie vorige club. Wie had vroeger al de meeste korfbaltalent? Nee, ik denk dat Nathan al meer talenten had. Of heeft, nog steeds, maar... heeft. Nou, tot het verkeerde. Jullie hebben het wel heel goed gedaan. Zijn we al klaar? Ja, dit was. Oh, wat jammer! We zaten er net zo lekker in. Ja, nou bedankt. En jullie hebben Zijn we de eerste? 11 punten. 11 punten! Woehoe! En wat heeft de rest gedaan? Ja, dat mogen we nog niet zeggen. Oh, maar, ja, spannend. Ja, heel erg bedankt. En tot volgende week. Nou, jij bedankt. Oh, ja. Doei! Doei.